Hey allemaal, vandaag ga ik een kerstlook doen. Ik heb gekozen voor een traditionele rode lip, maar ik ben aan de ogen wel een beetje full glam gegaan met glittertjes. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en blijf zeker kijken. Op mijn lippen gebruik ik de Kiehl's Lip Balm in number 1. En dan ga ik al met een borsteltje door mijn wenkbrauwen, zodat ik de NYX Eyebrow Sharpers, een soort wax, op mijn wenkbrauwen kan doen, zodat alle haartjes mooi in dezelfde richting blijven. En dan ga ik nog eens even met dat borsteltje erdoor. Voor je ogen is het zeer belangrijk om een primer te gebruiken en ik neem de Urban Decay Primer Potion. Je gaat zien in deze video dat niets echt in de juiste volgorde is. Dus ik ga eerst de oogpotlood op mijn ogen doen en deze heet Perversion van Urban Decay. Die doe op mijn onderste en op mijn bovenste waterlijn. Nu neem ik mijn Naked 3 palet en hier neem ik de kleur Limit uit. En deze ga ik aanbrengen in mijn oogplooi met een zeer grote kwast. Deze is er een van MAC. Uit mijn Naked 2 palet neem ik de kleur Busted. En hiermee ga ik zo mijn Outer C, Outer V donkerder maken. Dit is vooral zo de buitenkant van je ogen om wat meer definition te creëren. Ik schakel nu ook over naar een dikke kwast om alles super smoky en fluffy te houden. Uit hetzelfde palet neem ik de kleur Tease. En die ga ik aanbrengen aan de onderkant van mijn ogen. En dan neem ik ook nog eventjes terug Limit van Naked 3 en dat breng ik aan een beetje mee naar de inner corner, dus dat het donker niet te ver naar voren gaat. Uit het Naked 2 palet neem ik het donkerste en dat is Blackout. Dat is gewoon een zwarte matte. En hiermee ga ik een beetje een soort eyeliner creëren die we dan semiet gaan vervagen voor een meer smoky effect. Met een Real Techniques borstel en een bronzer ga ik mijn gezicht een beetje opwarmen. Ik gebruik deze eerder als een soort blush en ik weet dat het niet mag, maar ik vind het wel een mooi resultaat. De laatste tijd krijg ik heel veel de vraag hoe het komt dat ik zo lange wimpers heb. Ik ben wel geboren met lange wimpers, maar ik gebruik ook de Smashbox Photo Finish Lash Primer. Deze breng ik aan mijn wimpers en laat ik dan volledig drogen om er straks mascara op te doen. Tijd voor glitter! Ik gebruik de NYX Glitter Primer en die breng ik aan op mijn bewegend ooglid waar ik de glitter wil. Klein beetje, is echt voldoende. En nu neem ik de Rose Gold Glitter van Tanya Burr Cosmetics en die breng ik aan op mijn bewegend ooglid en gewoon overal eigenlijk waar ik die glitter primer heb aangebracht. Nu neem ik Blackout van het Naked 2 palet en Embark, mijn favoriete MAC Cosmetics kleur. En hiermee ga ik de buitenkant van mijn oog ook iets donkerder maken. Daar ga ik gewoon voor zorgen dat de glitter mooi mee geblend wordt, uitgeschaduwd wordt, samen met de oogschaduw. Het is eindelijk tijd voor wenkbrauwen. Ik gebruik de Allure Waterproof Brouwpomade in de kleur Teen Dark Brown. En ik begin hier aan de bovenkant van mijn wenkbrauwen, dus het hoogste punt. Dan maak ik het donkerste en dan ga ik ook naar het staartje. Dat probeer ik zeer defined te krijgen. En dan vervaag ik die ook een beetje naar van voren. En ik probeer vooraan in mijn wenkbrauw niet te veel te doen. Je gaat zien dat ik zoiets ook met een oorstokje langs de zijkanten ga gaan om het gewoon echt zo sharp mogelijk te krijgen. En nu neem ik de Anastasia Brow Pen en hiermee zet ik het begin van mijn wenkbrauwen aan om een gradient effect te creëren. Voor mijn onderste wimpers gebruik ik de Benefit Roller Lash. En voor mijn bovenste wimpers gebruik ik gewoon een zeer goedkope mascara van de Kruidvat, omdat ik dus de primer eronder heb gezet en die doet eigenlijk al het werk. Nu moeten de wimpers alleen nog maar wat zwarter worden. En ja, sorry, maar ik heb altijd het probleem dat ik met mijn wimpers mijn oogschaduw aanraak. Dus even mijn wattenstaafje erover en dat is zo weg. Dit is de Allure Brow Illuminator. En daarmee zet ik gewoon wat van de matte stick onder mijn wenkbrauwen en in mijn ooghoeken. En dan ga ik dat wat vervagen. En ik vind dat dat zo mooi is. Dat brengt je wenkbrauw echt veel meer uit. Het is tijd voor mijn lippen en ik heb gekozen voor de Kylie Jenner Cosmetics Mary Jo K Liquid Lipstick. Dus eerst ga ik rond mijn lippen met de lippenliner en daarna vul ik die in met de liquid lipstick. En ik vind dat echt de ideale kleur voor kerst, zo'n super super bright rood. En deze blijft ook gewoon zo lang zitten als je eet en zo, dus dat is echt ideaal.
En nu neem ik het NYX Strobe Genius Palette. En hiermee heb ik gewoon een aantal highlighters gemengd. En die breng ik dan aan op mijn jukbeenderen, op mijn neus. En dan mijn heel klein penseeltje een klein beetje boven mijn lippen. Ik vind dat zo mooi. En ik heb dat net vergeten te doen, net voor mijn lippenstift. Dus daarom dat ik het nu doe. Ik heb eventjes mijn topje verwisseld. Want ik vond dat het zo iets te veel glitter was hier. Iets te veel aandacht hier. Het was allemaal wat te veel. Ik heb ook weer de choker gedaan. Ik ging eigenlijk voor een zeer simpele kerstlook gaan. Maar hier zijn we mee beëindigd. Ik heb wel overal nog wat glittertjes hangen. Dat is wel heel belangrijk eigenlijk. Dat je glitter doet voordat je van het einde concealer en zo doet. Maar ik had een deel ervoor al gedaan. Ik had er niet echt aan gedacht. Maar ja. Dit is het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben. Als je deze video leuk vond, geef dan zeker een like. Ga abonneren op mijn kanaal door op deze bal hier te klikken. En mijn vorige video kan je daar vinden. Ik hoop dat jullie allemaal een zeer fijne kerst hebben. En ik zie jullie volgende keer. Bye!